Tillesuurzaal dit weekend en wel vanaf morgen noodzakelijke werkzaamheden verrichten in het kader van het verder digitaliseren van de dienstverlening. De werkzaamheden zijn van invloed op de mobiele diensten vanaf morgen, zaterdag 18 februari, tot en met maandag 20 februari. We gaan in gesprek met Tillesuur-directeur Mike Antonius over deze werkzaamheden. Goedenavond, directeur Antonius. Goedenavond. De werkzaamheden, kunt u ons uitleggen wat die precies zijn? Nou, we zijn bezig, zoals u aangaf, met het verder digitaliseren van in ieder geval onze infrastructuur en met name onze ICT-systemen. Die zijn we aan het vereenvoudigen. We hebben namelijk verouderde ICT-infra. Zijn we aan het vernieuwen en in dat kader zijn deze werkzaamheden gepland. We doen namelijk nu even een dry run, een test, om te zien als alles vlot verloopt. Omdat de eigenlijke cut-over gepland is voor rond 4 maart. Dus wat betekent dat, de eigenlijke cut? De eigenlijke cut-over, daarmee bedoel ik de definitieve overgang naar het nieuw platform. Okay. Daar geef ik met name aan. En dat zal dus met zich meebrengen dat we dus nu echt moeten checken dat alles vlot verloopt, zodat de definitieve overgang naar het nieuwe platform vlot kan verlopen. En de werkzaamheden hebben betrekking op de mobiele diensten. Zijn we mobiel normaal bereikbaar? Internet? Zijn we normaal helemaal bereikbaar. Het gaat eigenlijk slechts om dat we zaterdag, gedurende de helft van de dag, als het gaat om een SIM-overplaatsing, dat iemand zijn nummer op een andere SIM-kaart wenst over te zetten, dat niet zal kunnen. En het gaat erom dat zondag vanaf 10 uur 's avonds tot maandag 7 uur 's morgens, als iemand een opwaardering zal willen doen, dan zal dat niet lukken gedurende dat korte tijdsinterval. Okay. En wat is het verschil als het gaat om de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd? Hoe zullen we merken het verschil daarna, na de werkzaamheden? Nou, na de werkzaamheden zal men nog geen verschil merken. Zoals ik in ieder geval aangaf, nu gaat het om een test om te checken als we inderdaad die definitieve stap kunnen ondernemen in het weekend van 4 maart. En daarna zal het betekenen dat we een aantal nieuwe applicaties zullen kunnen toevoegen. De serviceverlening een stuk beter zal gaan als het gaat om mobiele toepassingen. Dit is onderdeel van het vernieuwen van onze order to pay flow. Dus vanaf aanvraag tot betaling. Mm-hmm. Als het gaat om mobiel en binnenkort zal dat ook het geval zijn als het gaat om de aanvragen voor de vaste aansluitingen, vast internet. Maar dat is nu niet ter sprake. Ja. Okay. Dus de werkzaamheden morgen tot en met maandag en na maandag kunnen de zaken die nu niet kunnen, waaronder overplaatsen van de SIM, kunnen vanaf maandag weer normaal. Gewoon weer normaal. Okay. Dank u wel, directeur, voor de opheldering. Ja. Graag gedaan. De dienstverlening zal dus op maandag 20 februari vanaf 7 uur 's morgens genormaliseerd zijn.